eerst moet ons gekeken omdraaien. 3, 2, 1. Tada! Nou, en het bad is ook klaar. Hoi, ik kijk naar een nieuwe vlog. Wij zijn de... Vlogies! Nou, ik kom net uit school, dus ik heb even een lange broek aangedaan met sloppen. Mijn TikTok-pakkie. Het is bijna winter. Nou, het is echt heel erg regenachtig. Ja. Het lijkt al... Het is wel... Het lijkt al kerst. Het is wel weer om lekker binnen te zitten. Ja, het regent heel hard. Maar, ik had dus een idee. Ik keek mijn vlog van het slaan, toch? Ja. Dat ken. Maar... Toen dacht ik, toen later in die vlog, hadden we toch andere slijm? Nou, die hadden we laten zien, ja, dat klopt. En toen dacht ik, zullen we die uit school doen? Superleuk, oeh, alles en trilt, heel ik ga trilt. Morgen bij oma logeren. Wij hadden toen in Duitsland, ik weet niet of je dat nog weet, ik zal die video van de vorige slijm zal ik even delen met jullie. In dat bad hadden we iets in de woonkamer neergezet. Gleden we alle kanten op. Ja, die vlog staat met dat groene slijm. Ja, die zal ik je even na deze vlog zal ik die delen. Want jullie kunnen ze kat video's zien. Ja. Ja, die was superleuk. Ik ga morgen bij oma slapen. Ja, dus morgen bij oma slapen en zegt, mam, het is super slecht weer bij buiten. Zullen we dan dit gaan doen? Nou, hartstikke leuk. Ik heb geen idee wat ik me erbij voor moet stellen. We gaan het dus niet in het opblaaspotje doen. Nee. Die is helaas lek. Die is lek na de vorige challenge. Heeft hij het niet meer overleefd. Dus nu gaan we het in een bad doen. Nu gaan we het gewoon boven in ons bad doen. En het idee is, als we dan gaan uitglijden, dan stoot je kaart. Ja, we moeten wel blijven zitten deze keer. Het grappige is, want als ik hier achterkant lees, is dat je er echt een beetje mee kan spelen. Dus vorige keer hadden we natuurlijk een super slijmbad, waar we echt mega liters mee konden vullen. Oh, zo leuk. Echt steeds harder regenen. Ja, en het... waait helemaal. Ja, en nu gaan we dit proberen. 30 liter glibber staat er. Nou, dat kan toch? En kennen jullie deze nog die van oma Diana? Ja. 30 liter glibber slijm. Nou, is toch geweldig. En het is paars met blauw. Ik wil graag paars. Ik heb geen idee. Ik denk dat het gewoon zo is uitpakken. Nee, ik Die even uitpakken. Maak maar open. En dan is het paars of blauw. Geen idee. Je kan kiezen welke. Je kan ook nog kiezen. Oh, dat is leuk. Dus dan kunnen we hem ook gewoon... Nog een keer doen. Dan kunnen we nog een keer doen als het leuk was. Duits. Dat geeft niet. Dat kan ik wel lezen. Dat zou niet. Oh, het is ook een groter zakje, de blauw. Ja. Oké. Als het bad voor is, nou, het bad al aanzet, dan moeten we dit erin gieten. En dan is het 5 à 10 minuutjes wachten. Even bij lauw water. Mama, ja? We hadden vandaag een hulpje. Oh, echt? Ja. Dat is superleuk. Ja, volgens mij heb je ze wel allebei nodig. Ik ga het nog even goed doorlezen voordat we het in bad gooien. En dan gaan we in een glibberslijmbad. Oh, wacht. Ik weet waarom je ze bij elkaar moet doen. Dan krijg je paars. En veel meer slijm natuurlijk. Ja, want we moeten natuurlijk wel in 30 liter komen. Dus we gaan het even doorlezen en we nemen jullie dus mee in bad. Ja, en we laten nu even het filmpje zien. En dan... Nee, dat kan ik niet laten zien. Die zien ze aan het einde van deze video. Dan staan er 2 video's en dan kun je daar klikken. Ja, goed. Oh, en vergeet natuurlijk even niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Dus 3, 2, 1. Abonneren. En als jullie ook fans zijn van TikTok. Ja, het is mee. Ook natuurlijk een TikTok-account, ja. Nou, eerst moeten we ons natuurlijk even omkleden. Ja, 3, 2, 1. Tada! Nou, en het bad is ook klaar. En als jullie denken, wat is dat op jouw buik? Een tattoo! Jongen. Nou, we gaan even kijken bij het bad. Kijk, ik heb draaien. Hier de zakjes. Daar de zakjes. Kijk, okidoki. Dus de blauwe mag erin. Zal ik een beginnetje maken? Is al blauw. Ja, zal ik even een openingetje maken? Water is altijd blauw, hè? Ja. Alleen badwater dan. Komt denk ik ook een beetje door het licht. Ga even een schaartje pakken. Ja, is die ook lekker? Ja, het ruikt wel heel lekker. Het ruikt naar kauwgom. Hele zakje. Ja, het hele zakje erin. Dit is wel heel erg blauw. Wow. Ik ben echt heel benieuwd. Nee, je moet er nog niet in. Je moet heel even 10 minuutjes laten bubbelen of zoiets. Moeten we even roeren? Ja, met wat? Met de hand. Oh, dat kan ook. Ja, roer jij maar even. Ah, dit is al leuk. En hoe voelt het? Lekker. Net zo glibberig. Maar het is nog niet slijmig. Oké. Ja, het schijnt dat het een beetje dikker wordt. Hè, dat we ermee kunnen spelen. Dus het is anders slijm dan we vorige keer hadden. Oké. Zo. Oké, nou 10 minuutjes wachten. Oké. Ja. Ja, even voelen. En? Fijn.
glibberig. Maar het is nog niet echt heel dik, of wel? Oh, Getvar. Oh, dit voelt echt heel raar. Oh, een soort balletjes in het water. Hé. Kijk. Dat is gek. Kijk, je ziet een soort, ik weet het niet. Zie je? Kijk. Het slijmballetjes. Wat grappig, joh, dit. Kijk, ik heb het. Een lachen. Dus dit is wel wat, of niet? Ja, is het ook nog. Wat is? Je wilt die andere er ook in? Oké, okay, dan doen we dat alvast, toch? Ja, moeten we dan weer wachten? Nee, dan kunnen we er gewoon in. Ja! Ja, hij verandert wel, hè? Lijkt wel zwart. Ja, hij wordt wel paars. Oké, okay, nou, vet cool. Blijf je alleen erin? Nee. Oké. Okay. Nou, dan gaan we dan. Oeh, oh, dit voelt echt heel vies. Oeh, het lijkt wel zwart. Oh, dit voelt echt heel raar. Alsof je in een bad met allemaal van die soort piepschuim balletjes stapt. Hè? Oeh, voelt aan je benen ook helemaal gek? Gel. Ja, gel. Oeh. Kijk, ja, je ziet het op jouw benen misschien. Zie je al die dingetjes? Getver, dit voelt echt heel raar. Maar wat kan je hier? Ja, weet ik ook niet. Misschien wordt het nog wat dikker nu we erin zitten. I don't know. We gaan even kijken wat we ermee kunnen. Maar het voelt wel grappig. Het is wel even een andere ervaring als dat je in bad zit. Er komen toch trucjes mee? Ja, als het goed is kunnen we wel een beetje mee knutselen. Maar ja, het moet misschien wat dikker worden. Oké, okay, nou, wat vind je ervan? Is dit een flop of nou, is dit wel ik grappig? Ik vind dat andere slijm leuker. Ja, toen hebben we echt gelachen natuurlijk. Hè? Dat is zwart slijm. Maar dit is echt, dit voelt echt heel raar. Hè? Jij vindt het niks. Ik weet niet wat je ermee kan. Ik weet ook niet wat je ermee kan, ja. Geen idee. Maar alleen zitten en dat je gewoon dit hebt. Ja, zitten en. Maar het voelt echt. Als je beweegt, dan. Hè? Ik kan niet uitleggen. Het wordt zwart! Ja, daarom gaat het een beetje alsof je in. Ik ga echt kijken. Piepschuim zit. Hè, wat ga je pakken? Ik ga kijken of ik kan. Nee, ook niet. Het is niet heel. Het is niet zo slijmerig als wat we vorige keer hadden. Dat was echt slijm. Of het was in het. Of we hebben nu bad, dat is niet echt. Nee, 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 het is gewoon het spul. Want vorige keer deed je natuurlijk zo en dan hadden we helemaal zo van die snottenbellen. Ja, en kijk nu, hè, kijk nu. Ja, nu, je voelt het alleen. Je voelt gewoon. Het komt ook eigenlijk. Je kan er helemaal niks mee. Nee, je kan er helemaal niks mee. Wat geef jij het voor cijfer? Nou, die andere vond ik echt een 10 plus. En dit vind ik denk ik een beetje een. 1. Nou, 1 is ook wel weer heel drastisch. Ja, wat geef ik dit? Ja, ik geef het in ieder geval een 1. Gefeliciteerd, Duitsland. Ik geef dit een. Ik geef dit toch wel een 5, denk ik. Dus ik ben er ook niet heel erg over te spreken, maar het voelt onder water wel echt heel gek. Nee, ik bedoel hoe je het vindt, niet voelen. Ja, nou daarom vind ik het wel grappig. Het is wel iets anders als dat je normaal gesproken gewend bent. Maar of ik het nou echt, of ik er nou heel blij van word, dat. Dit is gewoon eigenlijk echt leuk voor in de winter. Dan blijf je altijd lekker in bad. En dit is dus. Het voelt wel lekker. Weet je, je blijft elke keer zo met je handen en zo blijf ik er een beetje aan voelen. Maar, ja, ik weet het niet. Ja, nee, sorry. Dit is het toch niet, jammer. Vorige keer was het klein veel leuker. Oh ja, maar we hebben nog trouwens nog wel wat te vertellen. Want het is mee de stoel, die hele mooie grote stoel, die chillstoel eigenlijk die we hadden gekocht. Die hebben we weer verkocht, want die was toch eigenlijk wel iets te groot voor op de kamer. Toch? Ja, en. We hebben je blauwe, of je bed wel gedraaid. Dus dat ja, dan heb ik nu een grotere kamer. Ja, dus nu heb je een grotere kamer. Nou, ze komen natuurlijk, als het goed is, zo snel mogelijk komen ze dus mee de kamer verbouwen. Dat zou wel lekker zijn. Mama! En onze, ja, dit voelt gek, hè? En onze, ja, wordt het nou wat dikker? Ja. Oh, oké. En onze schelpketting is ook niet gelukt. Want papa had nog geprobeerd met een ander boordje. Ik had het nog gezien op YouTube. Ja, had je het nog gezien? Oh, nou, dan moet je toch een ander boordje misschien fixen, ik weet het niet. Maar. Ik heb gezien wat voor boord. Oké, okay, ja. Een. Gewoon een boord. Ja. Maar ik weet. En dan hebben ze zo'n wat jij gebruikte voor dat kleine dingetje. Ja, voor die naaldvrees. Ja, zo'n naaldje moet je hebben op zo'n. Dus nou, ik ga dat nog even opzoeken. We hebben de schelp natuurlijk al wel. Dus even kijken of we daar iets kunnen vinden dat wel werkt. Dus hebben jullie een tip? Laat het even weten onder in de reacties.
Dan gaan wij nog even door in dit schuimbad, of in ieder geval slijmbad. Misschien wordt het nog... Wacht, ik weet het goed idee. Als we de bubbels aanzetten, ja natuurlijk. Dat is eigenlijk niet goed idee. Ik weet niet wat dit doet in het systeem, maar ja, gooi het naam wel heel veel. Uit, wat gebeurt er niet? Ja, niks, het voelt alleen gekker. Ja. Ja, maar het wordt wel dikker gelijk. Nou, ik weet het niet. Dus we gaan nog even ermee spelen, kijken of het dikker wordt naarmate we erin zitten. Want is het gewoon echt een hele keiharde flop, het product. Of wij hebben het gewoon weer verkeerd gedaan, dat kan ook. Ja. Ja, misschien toch als we iets minder water erin hadden gedaan, dat het dan iets meer kneedbaarder was of zo. Ja, hè? Want het is wel, het voelt wel ja, iets van kneedbaar. Maar het is niet zo leuk. Ik denk dat het gewoon is voor grote mensen, maar dat er kinderen op staan. Maar dat het gewoon is voor als je iets... Nou ja, ik denk gewoon... Gewoon een massage. Ja, nee. Ik denk echt dat wij gewoon iets te veel water erbij hebben gedaan. Want nu kun je het niet echt kneden, maar er zitten wel balletjes in. Dus als je minder water hebt, dat het misschien wat dikker blijft. Maar hoe kunnen we dan spelen? Nou, wat ik zeg, had minder water ingemoeten, dan had het wat dikker gebleven. Ja. Ja, jammer. Hé, hier op de bank liggen. Dat vind ik lekker. Nou, dat was echt helaas een flop. Dus we zijn weer aangekleed. Ben even de was aandoen. En Desmee zit even beneden. En toen dacht ik, oh, misschien is het wel leuk als we dan gewoon eventjes mee de kamer laten zien. Zien jullie een beetje hoe dat stadium is eigenlijk? Nou, nog niet af zoals jullie kunnen zien. En dit wordt ook wel helemaal anders. Hier had ik wat speelgoedjes in verzameld dat ze even uit moest zoeken. Die bakken die we daar hebben staan met speelgoed, die gaan dan daar in dat nisje. Deze gaat weg. Hier komt dan het bureautje. Nou ja, het bed hebben we dus gedraaid. Het stond eerst tot hier. Het was best wel veel ruimte wat het innam. Dus dat is zonde. Dus dat staat nu lekker hier. Hier zo achter, dus zeg maar, daar komen dan die bakken te staan met de speelgoed erin. Als het goed is gaan we daar een schot maken. Of misschien dat dat stukje dichter gaat. En vanaf hier maken we dan kastjes. Hier hebben we die pijpen weggehaald. Zie je die buizen die hier stonden? Die zijn nu al even weg. Nou, hier hebben we even de kist neergezet. Dan kan ze lekker op zitten. Plus dan blokt het een beetje het licht wat hier vandaan komt. Dus dat hebben we eventjes zo gedaan. En ja, die stoel die paste hier in principe wel. Maar ik heb hem te koop gezet. Dus als het goed is komen ze hem zo halen. Nou, ik ben super blij met mijn stoomoven. Denk ik. Er zit dus een glazen schaal in. En die mag dus in de magnetron. Er zit van alles nog meer bij. Wat heb ik nog meer? Ik heb een rooster voor in de oven. Die kan dus niet in de magnetron. Dus dat is natuurlijk wel een dingetje. Want normaal gesproken kon ik gewoon alles erin laten staan. Dus daar moet ik even over nadenken. En dit is ook een rooster. Voor iets. En dit is dus het stoomgedeelte. Daar ben ik dus wel heel erg benieuwd naar. Want je kunt dus gewoon al je groenten stomen. Je kip, je vlees. Je aardappels zelfs. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar de stoomfunctie. Dat heb ik nog niet uitgeprobeerd, omdat ze er nog niet van gekomen. We hebben het natuurlijk pas eergisteren gehad. En vanavond eten we even makkelijk, dus ik weet nog niet wat. Het enige nadeel vind ik, en misschien hebben jullie daar een gouden tip voor. Of hebben jullie al ervaring met de stoomoven en hebben jullie misschien wat tips voor mij. Dat ik dus deze drie onderdelen in een kastje moet doen. Nou, zoals jullie weten zitten de kastjes al gevuld. En heb ik hier ook allemaal rotzootjes staan. Zoals een staafmixer en dingen om... cakes te bakken. Dus ik zit eigenlijk een beetje te denken om die maar leeg te ruimen, dat in het schuurtje te plaatsen. En dan dat ik die rekjes daar bovenin kan doen. Want het zal natuurlijk wel vaker voorkomen dat ik natuurlijk dan één keer de oven nodig heb en dan weer de stoomoven nodig heb en dan weer de magnetron. Dus dat is nog even een dingetje. Je moet nog even uitvogelen. Ik denk ook dat je daar een handigheidje moet krijgen natuurlijk. Dus dat komt vast wel goed. Nou, we hebben natuurlijk prinses Jasmine op de bank zitten. Kijk, die heeft lekker de prinsessenjurk aangedaan. Heerlijk. He? Max ligt naast onze kledingstapel. We hebben natuurlijk het een en ander aan truien besteld om de maten en zo te kijken en wat t-shirts te kijken. Ja, Max. En even te kijken wat de kwaliteit is. Zodat we ze natuurlijk kunnen laten bedrukken. En dan, de maten die vielen echt super goed van de hoodies. Dus de hoodies die zijn in perfecte maatverhouding. De andere trui, ik had van die sweaters besteld. Nou, die vind ik eigenlijk niet zo erg mooi zitten. Die zijn niet zo heel mooi getailleerd. En wat vind ik daarvan? De maten komen niet overeen als wat ik had gedacht. Maar goed, we laten ze sowieso bedrukken. Want voor de winter, hè, het wordt koud en iedereen moet een trui aan. Zal het vast wel goed komen dat wij die voor onszelf kunnen gebruiken. Maar die sweaters ga ik er dus niet inzetten. Wel de hoodies en de t-shirts. Want dit lijkt me wel leuk om
ja, om die dan te laten bedrukken. Dus zodra dat allemaal klaar is, dan laat ik het weten. We zijn nu nog bezig om de puntje op de i te zetten voor het logo. En te kijken hoe we dat precies willen doen. Wil je graag een t-shirt of een hoodie hebben? Laat het even weten in de reacties of stuur een e-mailtje naar onderstaand e-mailadres. Zodat ik deze natuurlijk zo snel mogelijk voor je kan bestellen. Want we hebben natuurlijk nog niet 1, 2, 3. Wat zit jij nou weer te miepen? Dat weet je zelf ook niet. Wat zit jij nou, Max? Wat is er? Het zijn sloffen van Jesmee. Bedoel je die? Wil je even aanruiken? Nee, niet? Wat is het dan? Ja, nou, geen idee. Max loopt weer. En hij weet eigenlijk niet. Oh, toch wel. Weer eraf? Wat is hij dan? Ga zelf kijken dan. Geen idee. Soms weet je zelf ook niet wat hij aan het doen is natuurlijk. Waar was ik? Oh ja, dus als je dat leuk vindt, wil je dat alvast krijgen. Of in ieder geval wil je dat kopen, laat het even weten. Dan zal ik natuurlijk ook schrijven wat de prijzen zullen zijn. Nou ja, ik ga zo snel mogelijk mijn best doen om daar natuurlijk een webshop van te maken. Want we kregen daar best wel wat vraag naar. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. En zeker voor de winter straks. Nou ja, we gaan onze avondroutine dan maar even vloggen. Want ja, dat bad was natuurlijk gewoon een gigantische flop. En wat zit jij te eten? Wat zit jij te eten? Het is nog lang geen Sinterklaas, maar kijk eens even. Oh, lekker. Chocolade, kruidnoten. Lekker. En ik heb iets nieuws voor Jesmee op tv. En dat heb je nog niet gezien. Mama hebben dat gisteren geïnstalleerd. Zal ik ze even laten zien? Kunnen we een leuke film uitkiezen voor vanavond. Ja, ik zeg het al, dan kan je Disney. Oh, jij dat allemaal. Dat hebben niet. Jullie vanavond gekeken. En dan word ik wakker en dan zie ik dat. Ja, dat klopt. Ja, we hebben dus Netflix gaan we eraf halen. En we hebben dus nu HBO gedownload. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dat weer in petto heeft. Want, ik ja, zag het al. Ja, hè? Zullen we zo even gaan bekijken wat er allemaal op staat? En ik zag ook de Powerpuff Girls, dat keek ik altijd vroeger. Superleuk. Ik weet niet of je het leuk vindt, maar ik vond het echt heel leuk. En voor mij staat het ook in het Engels. Dus dan kun je ook wel goed je Engels leren. Mm. We houden het nog steeds vol. 2 keer in de week gaat hartstikke goed. En 1 keer in de week doet ze. Jullie moeten mijn Oostenrijkse jurk zien. Oostenrijkse jurk. Oh ja, ja. En 1 keer in de week doet ze nu rekenen met Boy. Vlak voordat ze naar bed gaat. Dus dat is natuurlijk ook super leuk. In plaats van lezen doen we dan rekenen. Want dat vind je dus meestal veel interessanter. Ik draai even de camera. Ik denk dat jullie deze jurk nog wel kunnen herinneren. Want die hadden we geloof ik gekocht in Oostenrijk met de carnaval. Komt die? Tada! Ja, hij is nog steeds super leuk. Dus Jesmee wilde graag even als prinses. Oeh, duizelig. Nou, de stoel staat er nog. Die wordt zo opgehaald. Oh. Nou, eens even kijken of er een leuke film op staat. Oh, dizzy. Kijk, zie je? Kun je allemaal leuke dingen zien en ook films. Ballerina. Nou, mogen wij vanavond? Die hondjes. En is dat dan een film? Ja, dat is een film. Oh, die is wel leuk. Kunnen we die vanavond kijken? The Queen Corgi. Of zoiets. Hè? En kijk, dus deze. Dit keek mama vroeger altijd. Dus laat zien. Even kijken hoor. Dat is echt heel lang geleden. Mag ik kruisje even? Oh ja, je hebt natuurlijk je koptelefoon. Zal ik die even uitzetten? Dan kan iedereen het horen. Ah, dit is in Nederlands. Die had ik vroeger niet. Is leuk. Ja, die hebben superkrachten. Powerpuff Girls. Volgens mij ken ik dit wel. Echt? Nou, we hebben even contact gehad met Boy. En wat wil jij eten? Nou, ik had gedacht, ja, hier in dat dorp, hè? Mm-hmm. Ons dorpje. Ja. Om daar bij dat restaurant te eten. Nee, blijf lekker thuis. Dus dat. Nee, een patatje, ja. Wat wil je dan? Een patatje met wat? Patat met frikandel en kroket. Ja, een kroket? Oké. Okay. Dus patat, frikandel, kroket. Oké, okay, en geen saus? Een kinderminuutje. Oké, okay, nou gaan we dat doen. En ik neem denk ik een kipcorn en een raspatatje. Oeh, raspatat. Oeh, lekker. Wil je die ook? Nee. Ik pik wel lekker voor jou. Oké. Okay. Ja. En we zaten te denken, misschien is het ook wel leuk Max. Om een spelletje te spelen. Max is het echt de Lion King. Hè? Oké. Hij vindt het alles best. Nou, we hebben hier natuurlijk onze spelletjes opslag, zeg maar. We houden van spelletjes. Maar deze weten we eigenlijk niet goed hoe dat moet. Ja, blijf staan. Dit spel. Catan. Catan Junior. Echt geen idee. Dus we moeten eigenlijk een keer opzoeken. Ik vind dit spel heel erg. Ja, maar zo horen je.
Oh, en Jasmine wil graag zeeslag doen. Dat is ook leuk. En mama. Ja. Dus hebben jullie tips hoe je dit moet spelen? Of heb je een goed YouTube filmpje dat je zegt, nou, dit is het, de uitleg. Dan laat het even weten. Ik moet me daar nog even in verdiepen. Maar... Kijk, deze heb ik dus van mijn lieve vriendin gekregen. Ja. Party and go. Party. Nies, hè? Ja, dat was ook heel leuk, hè? Kijk, en dat gaan we vanavond ook spelen. Want ik vind dat een heel leuk spel. Max, wil je naar buiten toe? Ja, Max wil weer naar buiten toe. Dus de deur maar even open. Kan Max even naar buiten? Nee, toch nee, maar niet. Nee, joh. Hij weet echt niet wat hij wil. Dus ja, kijk, wat hebben we nog meer voor leuk? Hier, dat... Oh, even dit zitten. Oh. Hoe laat is het? Deze. Ja, dit is ook wel, wel leuk, hè? Hey, deze vonden we ook heel erg leuk. Ja, Doolhof. Doolhof. Hey, en nog een... Ja, deze. En daar hebben we ook nog die Pokémon Doolhof, hè? Ja, die spelen we ook even. Maar Molly Poly... Oh, ik zie wat. Wat is dit? Een puzzel? Een puzzel. Yes, of Max, hou ze zullen even we hier op, zeg. Een keer... Kom hier. Een challenge meedoen. En hoe lang we daarover doen? Ja, want er zitten 100.000 stukjes in. Ja, er zitten 1000 stukjes in, ja. Dat is misschien wel leuk voor een challenge. Toen in Plopsaland kregen we die. Ja, wel leuk. Het is wel heel erg moeilijk. Kijk, wel leuk, film. Kijk, dit wil ik spelen. Spelen met Monopoly. Ja, ja dit mee houdt ik van Monopoly. Mooie handboeien om. Als je en kijk, even dat knopje in. Oh, ik weet een goeie. Ik weet een goeie. Jij moet ook een beetje leren natuurlijk, dus oh, hoe leuk is het als we dan Scrabble gaan doen? Deze! Allemaal daar onderin. Dus onder de kant. Dat, ja! Bordjes maken, dat is leuk. We hebben het bord weer! Yay! Ja, dan wil je een simpele lied ook leuk. Kijk, deze waren toch kwijt. Oh, die vind ik ook wel leuk, die hebben we lang niet gedaan. Dit is, ja, omdat we het bord kwijt ja. waren. Ja, dat moet je dus gooien en dan wie het eerst zeg maar de juiste, ja... juiste samenstelling heeft, dus een paard of een ezel, die heeft gewonnen. Maar nou ja, we gaan straks wel spelen. Maar jongens en meiden, ja? Ik zou papa echt heel vaak slapen, is dit spel leuk. Maak je vader wat? Niet wakker! Nee, dat is ook een heel leuk spel. Ja, ja, ik vind het dus een leuk idee om inderdaad Scrabble te doen en dan dat andere maar man, spelletje. Dit spel lijkt me ook heel leuk. Oh, de toren van Pisa. Ja. Kan ook. Dus jullie nou, denken, waarom heb je... zo'n doos, ja. Omdat daar al die dingen in zitten. Gaat hij niet meedoen? Nee, joh. Want we willen ook nog een filmpje kijken, toch? Ja. Dus we moeten ook wel een beetje keuzes maken. Nee, niet die. Die niet weg? Die moet blijven. Of spelen we de Pokémon? Nee, de Pokémon spelen we. De Pokémon doorhoog? Ja, dat is hetzelfde zo, als... We worden spelletjes challenge avond, geloof ik. Als die. Oké. Okay. Gaan we spelletjes avond doen of gaan we een filmpje kijken? Spelletjes avond! Oké, ik dacht al, en wordt een beetje maar, veel, ja. Deze puzzel kan ik wel mee naar oma meenemen. Want bij oma puzzel ik altijd op de tablet. Oh ja, dit is 240 stukjes. En volgens mij, maar dat kan ook zijn dat het in Oostenrijk ligt, heeft oma ook zo'n kleed. Weet je wel, waar je hem dan in kan rollen. Ja. Heb ze die thuis of is die in Oostenrijk? Volgens mij thuis. En dan kan je meenemen, kun je het samen met oma maken, want het is wel superleuk. Ja. Okay, dus... Kijk, en dit is ook een heel aanrader, kijk. Die heeft mama zelf gemaakt, die klein. Ja. Kijk, want... Ging ze printen? Ja, toen was ze dus mee, ging voor het eerst vliegen. En toen wilde ik eigenlijk een leuk spelletje hebben voor in het vliegtuig. En een beetje wat uitdagend was. Dus heb ik zelf zo'n klittenbandspelletje gemaakt. Hé, mama, ik kon toch niet klok kijken? Nee, dat is ook een goeie, ja. Hoe laat is het? Maar die doen we even de volgende keer. Ja, die doen we even de volgende keer. Kijk, ik zal het even laten zien. Wil jij hem even openhouden voor mama? Dit heeft mama geprint. Echt leuk. Ja, even voor. En ze heeft van prinsessen Minnie Mouse. Ja, dus kijk, dat is dus deze. Heel veel thema's. En dan had ik een prinses en dan moesten ze dus allemaal afgehaald. Kijk, moet ik het laten zien? Ja, en dan moet je zelf de prinsessen samenstellen. Kijk, dit is hem al. Ja, dat is hem al. Dus dan had ik ze allemaal in het vliegtuig allemaal losgemaakt. En dan met klittenband had ik dat gedaan. En dan moesten dezelfde juiste prinses bij de juiste jurk, hetzelfde hoofd, moesten samenstellen. En het makje heeft mama gekocht. Die had ik gekocht, ja. En van Disney had ik hem gemaakt, hè. Dus daar had ik Minnie Mouse gedaan. Ja. En die had dan een vierkant strikje, een rond strikje of een rechthoekig strikje. En dan moesten die natuurlijk ook weer bij elkaar zoeken. Max? Ja, Max die is echt heel vervelend. Die wil naar buiten, maar het regent, dus hij wil niet. Dus kijk, dan doe ik de deur open. En dan zeg ik, nou, ga maar. En zegt hij, ja, doei, het regent. Dus zet hem gewoon buiten. Doei. Doei.
Ja, nu blijf je even. Zie je, en dan wilde je weer naar binnen. Maar je moet toch passen? Max, je bent echt super vervelend. Altijd, als het regent, dan weet hij niet wat hij wil. Mama, ja. Altijd bij oma ga ik altijd puzzelen. Maar dan denk je, ja, maar het is mee, ik heb geen puzzel. Nee, dan nemen we deze toch mee, dat is prima. Dat is natuurlijk leuk, dat doen we natuurlijk vaak in Oostenrijk. Die doen we ook. Ik zeg ja, de hele... zijn gek op spulletjes, mama, ik ja? zeg de hele bak. De hele bak, oh, oké. Okay. Zo. Jeetje, nou, dat wordt echt een spelletjesavond. Ik weet niet of je vader daar voorbereid op is. Nee. Wat zit hieronder? Nou, we hebben zoveel genoeg. Oh, dat is ook superleuk. Ah, mooie. Apenspel. Kijk. Mega frustrerend spel. Mam, ik heb hem gevonden weer. Ja. We zijn echt alle spelletjes kwijtgeraakt. Nee joh, het ligt allemaal hier. Maar we hebben natuurlijk zo'n leuke zomer gehad. Dat we eigenlijk niet terug zijn gekomen. Ik weet niet hoe lang we alle spelletjes gaan doen. Want sommige spelletjes duren wel heel erg lang. Hier. Dat staat ook in het hand, valt alles eruit. Die doos is open. Oh. Nou, ik ga het even orde op zaak stellen hier. We gaan eventjes iets verzinnen wat we gaan doen. We gaan niet alle spellen doen, want dat gaan we echt niet redden, schatje. Ik vind het hartstikke leuk. Maar... Die niet. Oké, dus we gaan er al twee af, zie je. Dus dat scheelt alweer. We moeten echt even een beetje keuzes maken, want sommige spelletjes duren best wel lang. Deze duurt heel erg lang. Ja, klopt. Heerlijk kacheltje aangezet. Het ruikt zo lekker. En het is gewoon even gezellig. Het is niet heel koud, maar het is een beetje fris vanavond. We hebben dus deze spelletjes uitgezocht. En we gaan beginnen. Dit is Koetjeboe. Het eerste spel. Ik leen deze. Zullen we papa voor de koe doen? Ja, en dit zijn dus allemaal middenstukjes van het dier. En dan ben jij deze. Ik ben het schaapje. En dan doet deze niet mee. Nee, dus het paard doet nu niet mee. Zo, en dan kijk je... Oh, het schaap. Een schaap. Ik heb geen schaap, maar... Je kan of de kont of het hoofd kiezen, want je moet... Ja, je moet er dan iets van pakken, Je moet er iets van pakken. En dan krijg je dus dit. En dan moet je zo snel mogelijk eigenlijk je goede dier weten te maken. Dus dit is in het geval dus een varken, ja. En dan doe ik zo. Kijk, heb ik een paard, dus kijk. Ik heb dus... Deze. Ja. En wat zou ik nemen? Zou ik... Ik zou dan zijn billen nemen, want je hebt nog geen billen. Weet je wat ook kan? Een kop. Een kop en een kop. Nou, ben benieuwd. Deze past niet. Mag. Kijken wie er gaat winnen. En Boy is er ook klaar voor, dus we gaan starten. Papi, je bent koe. Ja. Ik ben vark. Ik mag beginnen. Oké, ben je klaar voor Boy voor de spelletjesavond? Ja. Okay. Ik moet even op mijn knieën. Oké, dat is goed. Nou, Max zit er ook gezellig bij. Hey, Bart. Het zweet. Twee stapjes. Nou, ga je gang. Eén, twee. Dus jij mag draaien. Yay! Ga ik wel voor het hoofd. Oké. Dan ben jij natuurlijk met knop mee. Een koe. Koe. Oh, je bent wel lekker bezig. Okay. Nou heb ik een varken, schaap en koe. 1, 2, 3. Nou, ik denk dat ik met papa zou. Boy is wel klaar. Dat ben ik. Spelletje 2. Aangooien! Apen slingeren. Nou, mogen we gewoon beginnen? Nee, wel. 3. Of moeten we om de beurt? Nee, wacht. Gewoon. Ja, om de beurt. Ja? Nee. Nou, begin mama. Nee. Om de beurt of tegelijk? Om de beurt. Ik ga eerst. Oké. Okay. Oh! Ik ben aan. Nee. Ja, wel, jij hebt gewonnen. Nee. Ja, en ik ben tweede. Ja! Maar heb je daar spelregels veranderd? Ja, we maken even ons eigen spel. En dan... Coco Loco! Ik ben een meisje! Nou, we hebben er dus voor gekozen om eigenlijk een beetje de makkelijke en de snelle spelletjes eerst te doen. En zoals jullie net ook al door hadden, hadden we met het apenspel ietsjes makkelijker gemaakt in plaats van continu aan het schieten waren. Want ja, we hebben zoveel spelletjes te doen. Pas even een klein beetje aan. Wil jij bij deze zijn? Oké, jij begint er bij deze zo te zien. Een zeedier. Ja! Wat is het? Een zeedier. Ja. Een zeester. Oké, en dan maak je dus
je krokodil eigenlijk zo lang mogelijk. En wie het langste krokodil heeft, die hebt gehoord. Ik mag kiezen, dus het maakt niet uit welke. Nee, ik kan tellen. Ja, we kunnen ze ook gewoon naast elkaar leggen. Oh. Ja, dat kan ook. Dat is mijn krult op. Oké, eens even kijken. Ik denk Jasmee 1, papa 2, mama 3. Ja, schrijf het er maar in. En Max, je moet hier. Nou, ik geef maar één kaartje. Gefeliciteerd. Ik weet nog een leuk. 1, 2 en 3. Ondertussen de spelletjesavond doorgaat. Ligt Max hier helemaal opgevouwen op de bank. En Max? Krijgt hij even een dikke knuffel. Nou, we hebben even pauze. Even een drinkpauze. En dan gaan we weer verder. Ja, en mijn favoriet spel. Zeeslag. En dan, wie gaat er dan tegen wie? Zitten wij samen in een team? Ja, dat doen we altijd. Oké, dus jij en ik tegen papa. Ben je er klaar voor? Ja. Ja, al lang. Okay. Ja. Wie mag er beginnen? Ja, wij natuurlijk. Welke letter gaan we vragen? A. En welk nummer? 2. A, 2. Niks. Yes. Yeah. B4. B, 4. Boom. Nee! Boom! Kijk, dat is al snel. Dit is boven, dit is papa's bedoel, bord, hè? Oh ja. Dus moeten we hier kijken welke papa hier heeft. Ja. C, 1. Niks. Oh jammer, mag je een witte neerzetten. B6. 6. Kom op. Boom! Hey. Yay! Jezus. Nou, we zijn het niet helemaal over eens. Volgens papa ons speelt ja, vals. Zit papa vals te spelen. Ik ga het heel even laten zien. Ik moet heel veel de camera draaien, want die doet even zijn eigen wil. Dus dit gaat niet helemaal goed. Ja, daar zijn we weer. Oké, nee, ja, rustig. We gaan het even laten zien. Kijk, wij moeten, of papa moet er nog één boot van ons. Dus dat is heel spannend. Dan is dit dus het veld van Boy. Nou, wij hebben het idee dat, nou ja, er staan dus twee boten zijn er ten onder. Dus of hij heeft ze allemaal aan elkaar geconnect. Dat kan ook. Jullie gaan nog wel eens eventjes kijken. Ik weet het nog niet. Maar hoeveel boten moeten wij nu nog? Je hebt 2 boten die gezonken zijn. Ik heb 2 boten die gezonken zijn. Oh, kijk hoe hard het regent. Zo, ze regent zeker hard. En Boy moet nog 1 boot van ons zinken. Dus jullie gaan heel even kijken of Boy niet vast is. Niet zeggen dan. Dus Jasmee mag niet meer meedoen. Ik geef hem even aan Boy. Kijk. ik ben er gewoon heel goed in. Ik ben echt heel benieuwd. Wat ik heb het veld, ik heb in ieder geval 1, 2, 3, 4 boten. En hun hebben 2 boten van mij. F7, nee! Nee! Dan gaan wij voor J8. Gezonken. Ja, wij hebben gewonnen! Ja. Volgens de medespelregels, dus ik heb heel even het filmpje gekeken op internet hoe het nu daadwerkelijk moet. Maar deze is dus anders dan die. Ja, dus we hebben nu door op gewoon helemaal gemengd neergelegd en we hebben allemaal dus een poppetje. Ik heb, hoe heet die? Jij bent Pikachu. Oh, ik ben Pikachu, sorry. Ik ben Pikachu, jij bent Charmander. En jij? Peter. Charizard. Ja, die dus. Ondertussen hebben we wat popcorn erbij gepakt, maar dit is wel echt het moeilijkste spelletje. Dus Mee heeft er 4, Boy heeft er 2. Ik ben nog steeds met mijn eerste bezig. Ik heb hem maar opengelegd. Ik heb de pinguïn niet gemaakt. Ik word aan alle kanten tegengewerkt door jullie. Dus nou ja. Ben ik? Even kijken. Nee, ik ben. Even kijken of dit wat uithaalt. Ik zit ook echt helemaal vast. Mam, ik zie hem! Ja, jij ziet hem? Ja. Zo. Maar je moet hierheen, hè? Nee, ik weet hem, hè? Oh ja, dat is een goeie. Dus nou moet ik alleen die dan nog... misschien hier erin. Max, wat denk jij ervan? Lukt niet, hè? Nou, Boy en Jasmee zijn even buiten. Ik zit hier met Max. Max zit alleen maar bij me omdat er popcorn op tafel staat. En echt, jongens, het is een hartstikke leuk spel, dit doffelspel. Want iedereen moet keihard nadenken. En ik zal even het beeld draaien om te laten zien waar dat ik nu sta. Nou, nog steeds... Bij dezelfde pinguïn ben ik bezig, dus ik schiet echt niet op. Draai hem even. Kijk, ik sta dus daar.
En ik moet dus hier bij die pinguïn komen. Nou, ik kan dus echt geen kant op. Dus ik hoop, nu, want Jasmee is nu aan de beurt, die heeft nu deze, dat ze mij een beetje de baan vrij maakt. Ergens, hoe weet ik ook niet, want ik kan nog steeds geen kant op. Misschien bij deze. Nee, dan val ik er zelf vanaf. Zie je, dus het is echt nog wel lastig om goed bij je Pokémon te komen. Nou, een boy heeft er nog steeds 2. Maxie wil een popcorn. Ja, hè, Max? Ja, de tussenstand. Boy heeft gewonnen. Jasmee hebt er 2, 4, 5. En ik heb er 3. Oké. Okay. Maar nu wou ik als laatste het schoolafspel doen. Oké, dan 1 keer het schoolafspel en dan hou het voor gezien. En dan gaan we filmavond. Dan kunnen we nog een klein stukje van film beginnen, ja. We zijn allemaal wel een beetje moe van de spelletjes, want deze duurt wel echt heel lang. Ja, papa heeft het gewoon allemaal. Hé hey, papa, ga je nog mee? Ja. Ja, waar hebben we deze op? Oké. Ga je jenga! We gaan toch deze doen. Scoola duurde eigenlijk ook alweer heel lang, hadden we het idee. Dus deze, en dan starten we een klein stukje van de film. Oh, kijken jullie hier even niet. Want volgens mij staat papa wel een beetje voor met winnen. Die staat voor mij wel aardig. Tot de bank. Maar we zijn allemaal moe. Wel meedoen. Ja, papa komt nog even één potje meedoen met wij ons. Wij maken even de toren af en dan kom jij goed. Ja, dat is een goed idee. Oké, maar dan heb jij gewonnen met spelletjesavond. Gefeliciteerd, papa. Dankjewel. Papa gewonnen. Ja, nog een keer! Ja, maar deze is wel. Ja, dat is ik heb het uitgevoerd. Zo, we zijn weer buiten. Even Max uitlaten. Wij hebben helaas niet gewonnen met spelletjesavond. Papa wel. Volgende keer kunnen wij weer winnen. Joes. Welke spellen vond je nou het allerleukst? Welke was het? De toren. De toren, oh ja, ja, die is wel het spannendste. Ja. Ik vond toch wel weer het diertje maken, zeg maar. Dus met de kont of oh, ja. Het hoofd. Oh ja, die bedoelde hoe ik. Hoe heet die ook weer? Koe? Ik weet het niet meer hoe die heet. Dat koe. Maar die bedoelde niet de toren. Oh maar. Ja, die vind jij toch ook wel leuk. Ja, dan hebben we gelukkig samen spelletje. Kunnen we die van de week nog een keer kijk doen? Kijk hoe mooi. Ja, zo is die ook mooi. Nou, ik hoop dat jullie dit toch wel weer een leuke vlog vonden. We gingen natuurlijk voor de challenge eigenlijk in bad, maar dat was een beetje een flop. Oh, je ja. Jurk staat open. Dus het werd een spelletjesavond. We gaan nu lekker een filmpje kijken als we Max hebben uitgelaten. De film die we hebben ja, uitgezocht. Uitgezocht. Doei! Doei! Oh, vergeet niet te abonneren en dikke duim omhoog! Bert.